Op 25 september is een nieuw initiatief gestart in de Garenspinnerij, de Garenspinnerij Academie. Een initiatief van kunstenaars Ruud Verkerk en Suzanne Schuttelaar. Wat hier op tafel ligt, dat zijn de tekeningen van de eerste cursusavond, cursusles van Garenspinnerij Academie. Een cursus die ik samen met Suzanne Schuttelaar geef. We gaan dat in blokvorm doen. Suzanne doet portret, model, landschap, stilleven. Bij mij komt landschap, stilleven, heel veel fantasie en kunstgeschiedenis komt erbij. Naast docent ben ik van beroep kunstschilder. Mijn hele leven meer dan gemiddeld getekend. Tijdens de middelbare school met olieverf begonnen. En toen dacht ik, de kunstacademie, dat is wat om meer verdieping te krijgen. Ik wilde andere vakken, grafische vakken en naast portret, model. Toen ben ik in Rotterdam op de kunstacademie beland. Ik heb 4 jaar in Den Haag op de kunstacademie gezeten, op de Koninklijke Academie. Wij kregen de basis, dus het stilleven tekenen en het model tekenen en kleur gebruiken. Het was duidelijk, ik wilde figuratief werken. Nou, het was ook duidelijk dat men daar niet echt van gediend was. Toen kwam er een keer een oefening dat we wat stillevenmateriaal iets konden kiezen om na te tekenen. Ik koos een bokshandschoen, helemaal mooi getekend op mijn manier, schaduw, slagschaduw, maar de verhouding was niet helemaal goed. Toen kwam de docent met een rode balpen en een kras erover, wat je als docent nooit mag doen. Dat was voor mij de laatste dag kunstacademie. Die basis werd er aan één stuk door ingeramd. Voor mij fantastisch, voor andere mensen misschien strontvervelend en heel erg chagrijnig. Ik heb er enorm veel geleerd, juist door het doen en doen en doen en doen. En toen verder zelf ontwikkeld, techniek onder de knie gekregen met collega kunstschilders. Daarna les gegeven met heel veel plezier en die combinatie, dat werkt heel erg goed. Zelfstandig kunstschilder, kennis en vaardigheden overdracht. Cursisten enthousiast maken, blokkades weghalen, dat men ook zoveel mogelijk vrij, fantasierijk schildert. Na die 4 jaar word je in de diepe gegooid en doe het maar. Maar je had geen idee hoe je nou bij een galerie over de drempel moest stappen. Of hoe kom je nou bij een museum binnen? Wie gaat jou aankopen in de collectie? Dat kregen wij bijna niet. Dus dat vond ik zelf heel erg ingewikkeld. En nu geniet ik heel erg van hiermee bezig zijn. En lesgeven is een enorm groot onderdeel van mijn carrière geworden. Gelukkig, want ik vind het heerlijk. Dit is werk wat allemaal aan de orde komt in de Garenspinnerij Academie. Cursus, fruit, hoe schilder je licht. Dat was fruit doormidden gesneden. De tafel ligt vol met fruit en groenten. Je snijdt iets doormidden, je kiest wat uit en bladvullend schilderen. De kleurnuances. En je krijgt eigenlijk bijna een abstracte voorstelling. Wat heel erg leuk is, gebak. Een doos met allemaal soorten gebak, met veel kleur en fruit. Je kiest er één uit en bladvullend schilderen. Wat voor omgevingskleuren gebruik je? Hoe je het schildert, doe je dat heel los of heel precies? Het gaat om kleur en ruimte. Hier een spiegeling met water, dat je ziet, het water beweegt, de architectuur beweegt. Dat is een hele leuke oefening om te doen en lukt altijd. Nou, zoals je ziet, model tekenen, portret tekenen en schilderen. Dat is uiteraard mijn specialisatie. Daar heb ik me altijd van jongs af aan al mee bezig gehouden. Dus daar kan ik je ontzettend veel over leren. Heel erg veel. Je ziet hier wat voorbeeldjes liggen van mensen die... Sommigen hebben helemaal geen ervaring, anderen hebben heel veel ervaring. Maar dat maakt niet uit, op wat voor niveau je ook hebt. Ik ga je daar ontzettend in begeleiden als onderdeel. Als een van de onderwerpen die we gaan behandelen. De eerste avond vond ik belangrijk om even met wat technische dingen. Hoe krijg je nu op dat wit vel papier iets rond? Nou, dat worden wat lijntjes, wat arceringen. Dat heb ik even heel kort met houtskool voorgedaan. Hoe loopt nu een schaduw? Hoe loopt een slagschaduw? Hoe kan je de omgeving gebruiken? Daarna hebben alle cursisten een paar nieuwe tekeningen gemaakt. Je ziet het verschil. Met kleur kan je alles verdoezelen. Weet je, geeft die appel een kleur, een glanslichtje, een steeltje. En je hebt een appel, maar met zwart-wit moet je dus even weten hoe werkt dat principe. In de loop van de cursus komt zoveel mogelijk fantasie. Naar aanleiding van een gedicht een oefening. Iedereen krijgt een paar weken van tevoren een kopie van een gedicht. Laat je gedachten overgaan en iedereen heeft totaal iets anders. Sommige lessen begin ik met een half uur kunstgeschiedenis. Bijvoorbeeld de geschiedenis van het stilleven, de geschiedenis van het landschap. Dan beginnen we bij de Romeinen tot abstract nu.
Wat ik zei, de kunstgeschiedenis, er wordt veel aandacht aan besteed. Compositie komt de aparte lessen. Nou, heel verrassend om dat te zien. Schilderijen van Rubens of Rembrandt. Je denkt, goh, wat een prachtig schilderij. Als je het beeld omdraait, stort het hele schilderij in elkaar. Dat is heel leuk om te zien. Dus in het eerste jaar, we hebben het in een soort pakket van 3 jaar. Het eerste jaar komen dus heel veel aspecten aan de orde. Alle mogelijke technieken, onderwerpen. Het tweede jaar ga je als cursist wat meer kiezen. Dat je zegt, nou, stilleven, dat hoeft voor mij niet. Ik wil dat meer verdiepen. Dan gaan we daar de aandacht aan besteden. En het derde jaar wordt het nog vrijer. Van, nou, je kiest een richting, techniek, onderwerpen, expressiviteit. En dan ga je dus nog veel meer je eigen richting, zeg maar, ja, je werk verder verdiepen. Verder heel veel persoonlijke voorkeuren, vragen van, nou, dat zou ik wel eens willen doen, dat zou ik wel eens willen leren, dat heb ik nooit gedaan. Allemaal mee komen, alles is mogelijk. Als ik hem meet vanaf hier, waar zijn knie zit, zo, hier, recht omhoog. Ja. Ik moet bij de handen uit. Bij jou zit dat er nog een heel eind voor. En dan zoomen we dan 2 stappen naar achter. Als je afstap neemt. Zit hem hier. Oh, yes. Want dit is...